Hoi mensjes, daar zijn we weer. En vandaag zijn we niet met één, niet twee, maar met drie. Yay! Want ik ga vandaag oma opmaken met mama. Ja, zoals jullie weten was er een tijdje geleden toen wij de baasvideo hadden. Ja. Hadden Selina en mijn moeder een weddenschap. Ja. Van wie het eerste bij de auto was, mocht elkaar opmaken. Dus ik had gewonnen. Ik zal het even laten zien, dat fragment. Selina en mijn moeder hebben een weddenschap. Wie het eerste, als Selina het eerste bij de auto is, mag zij een video opnemen dat ze oma opmaakt. Oké, jongens. Wachten. Klaar voor de start, go! Dit wordt een video dat Selina oma opmaakt! Nu zijn we er dus. Dus het idee is dat ik ga de ene kant opmaken van mijn moeder en Celine de andere kant. En dan moeten jullie zeggen welke jullie uiteindelijk het mooiste vinden. We krijgen voor elke ronde 1 minuut. Ja. Oké, we gaan dus beginnen met de... Blue. Nee. Met de foundation. Er moet er geen ondergrond op mijn gezicht? Nee. Oké. Nou ben ik wel donkerder als jou, wat nu even niet zo lijkt op beeld, dat heel raar is. Nee, ik ben... Nee mam, je bent... Dus dit is mijn allerlichtste foundation die ik heb. Dus ik ga dan met de foundation kwast doen en Celine met de beauty blender die. Oké, nou daar gaan we. Oké. Oh. Mooi gedaan. Ik ben net een spook. Ja, het is het. De volgende stap is... Concealer. Oké. Nee, dat is te... Volgens mij vind ik dit niet leuk hoor. Knipper is niet zo. Ja. Volgens mij wordt er wel meer weggewerkt nu. Oh, naar boven kijken. Mij ook. Ja, maar dan gaat ze gewoon normaal zitten, moeder. Ja, dit is niet... Kijk hoe spooky. Oh jongens, ik was vergeten dat ik ook nog deze kwast had. Oké, volgende ronde is bronzer. Doe je rustig. Dat kietelt. Hoort erbij. Ja. Jongens. Naar boven. Ja. Hoe gaat dat nou naar boven? Naar boven kijken. Ja, maar dat kan niet, want Selina duwt op mijn oog. En ik kan niet eentje naar boven, eentje naar beneden. Ik vind dit helemaal niks. Oké. Jee. Kan je even je ogen dicht doen, man? Oma, doe eens zo. Hoe? Waarom moet dat dan? Omdat de blush op moet. Oh. Nou, je hoeft niet dat geluid te maken, moeder. Even een lekkere highlight erop. Gebruik ook even jouw kwast. Hey, die heb ik nodig. Ja, dat mag hem ook zo. Oeh, zo? Oeh, highlight. Waar moet het ook alweer? Hier, ja.
Ga ik uit op jullie nemen? Nou ja, bijna. Ik heb het gevoel dat dit de hele look gaat verpesten. Maar goed, wij gaan doen de wenkbrauw. Och jeetje. Een wenkbrauwlookje creëren. Nou, er is wel wenkbrauw, maar die zijn grijs. Nou, er is vrij weinig wenkbrauw, man. Ja. Nee, er zitten allemaal nog wenkbrauwhaartjes, maar... Haartjes, inderdaad. Donshaartjes. Ja. Net... Tjus! Tjus! Nu met twee. Is goed. Nu ben ik. Niet kijken nog! Mam, niet kijken! Nee, je moet, weet je... Mam, jij mag niet bemoeien. Jij bent canvas. Sorry. Ja, ik vertrouw jou niet. Wat is dat? Het is wat? Wat je nu doet? Perfectioneren met concealer. Was dat een goed idee? Wat deed je? Oh jee. Doen. Wauw. Jeetje. Zo slecht is die van mij toch helemaal niet? Nou, hij is wel heel erg dik hoor. Van mij niet. Van mij zie je bijna niet. Die van jou is wat dunner. Die van jou is wat dunner. Dat is de bedoeling ook, dat je het haast niet ziet, maar dat je wel wenkbrauwen ziet. Dikke wenkbrauwen zijn in. Nou ja, maar niet voor mij hoor. Niet op mijn leeftijd, toch? Kan je even zelf wat mascara doen of mag ik dat ook doen? Zo goed? Oh, ja, oké. Het lijkt net op een of andere epilepsie af. Nu gaan wij de lippen doen. Ik denk dat ik even ga voor een wat grotere lip, man. Waarom? Je maakt een hartje. Oké, onderkant van de lippen. Nou mam, een lipfiller zou je wel mooi staan. En nou nog één kleur. Oké. Iets gebeuren. De make-up. Ik heb het gevoel dat ik dat niet leuk ga vinden. De make-up is nu klaar. Maar het was Celine's idee om de look toch net wat completer te maken. Toch, Celine? Dus Celine heeft nog een aantal dingen uitgezocht. Mam, jij mag even niet kijken. Je ogen moeten dicht. En wij gaan even de laatste dingen en doen. En je moet het doen. Ja. Ik moet het doen? Ja. Ja. Oh jee. Dus ja. Wij gaan het even... Het is niet iets blijvends. Stap. Nee. Oké, dan is het goed. Ogen dicht, man. Oké. Nee, echt ogen dicht, ma. Ogen dicht. Ja, ja. Als eerst, dit heb Celine ook uitgezocht. Dit vond ze namelijk bij het lookje wat zij ging creëren. Vond ze passen. Deze vind ik zo leuk. Hier zit ik zo leuk. Nou, dan ben ik wel heel erg nieuwsgierig. Wat is het? Doe gewoon zo, denk ik. Ik heb een Ja, weet ik veel wat je aan het doen bent, omdat je zo aan het wrijven bent. Maar ik vind het niet leuk als je gewoon... Dat gaat streten, gaat weet je, glad maken. Dat vind ik echt walgelijk. Dat vind ik niet leuk. Dat hoort het ook niet. Wat jullie aan het doen zijn, maar volgens mij ben ik hier niet blij mee.
Hij is open. Hij is open. Oh, God. Jeetje. Moet dit? Dit was Celina's finishing touch. Dit zit echt niet goed. Dit was echt Celina's idee. Ja, maar dit is veel te klein, joh. Dat past me toch helemaal niet. Dat is gewoon voor een volwassen hoofd, hoor. Nou, zo'n groot hoofd heb ik niet, hoor. Oké. Ik hou helemaal niet van dit soort dingen. Je weet niet eens wat je op je hoofd hebt. Handen, mama. Handen! Wat? Handen? Want ja, mijn handen. Handen, horen niet handen. Bij, handen. Mijn handen horen niet bij mijn hoofd. Oké, mam. Ja. 3, 2, 1. Kijk maar! Wauw. Kijk je haar. Jeetje. Wat? Ik zit... Paars? Ja. Oké. Okay. Oh, mama, mag ik alsjeblieft ook? Hé, ik ben wel 10 jaar jonger, hè? 10 jaar jonger, Celina. Oh, je bril, mam. Je bril. Oh ja, mijn bril. Ach, jeetje, die nagels. Je bril dan nog? Nou, dit gaat echt de look verpesten. Oh, je kan toch niet... Ja, je bril verpest een beetje de look. Oké, mijn bril verpest de look? Ja, doe maar weer af. Ja, doe maar af. Nou, mam? Nou kan ik niks meer doen, joh, met die nagels. Jeetje, wat een felle kleuren. Maar mam, hey, die oranje vind ik wel mooi. Nou ja. Even, wat vind je... Ervan, ja. Wat ik ervan vind. Nou, wat vind je leuk, wat vind je minder leuk? Ik vind dat paarse zo in mijn haar vind ik wel heel leuk gedaan. Oh, dus nou, dat hou je dat erin? Paars heb ik gedaan. Ja, dat is heel leuk. En wat heb jij dan zitten doen? Een beetje rozig, maar ik vind dat paarse wel mooier. Ik heb het paars gedaan. Wat vind je het leukste? Dat paarse in mijn haar. Oh. En ik vind mijn ogen, het is net alsof ik ziek ben. En wat en even kijken. Nou, kijk, mijn mond is een beetje scheef. Deze kant is wat hoger dan die kant. Ja, die kant. Maar die lippenstift is op zich wel een mooie kleur. Het zijn twee verschillende kleuren. En dat t-shirt vind ik ook wel grappig, geloof ik. Ja, wij hadden eigenlijk ook een kattenshirt. Met allemaal kurtjes. Maar die was niet in jouw maat. Ja. En vroeger zou ik die oorbellen wel gedragen hebben. Kijk hoe mooi. Nee, voor we reacties krijgen na deze video ga ik ze gelijk afdoen. Want ik heb niet zo. Mama heeft niet zoveel gedaan. Ik vind die oranje kleur vind ik wel heel lekker. Oh ma, je doet de middelvinger. Oh, dat deed ik niet expres. Sorry. Wat een glimmende hoofd. Gewoon de vinger laten zien. Dat wordt de omslag. Nee. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Abonneer even op ons kanaal. En abonneer ook even op mijn kanaal, Celina's World. Doei mensjes! En vergeet niet een duimpje omhoog te geven. Een nagelduim. En doei!